Jongen, ik loop hier, ik moet je een beetje bloed onder je naast staan, maar het lukt me niet eens. Ik probeer je op allerlei manieren te irriteren in deze finale. Nee, het maar raakt me niet. Ik weet niet. Het raakt je gewoon niet. Laat maar, ik kap er lekker mee voor nu even. Ik weet niet. Ik heb echt geen plezier aan. Daar zijn we weer. Mensen. Yes, mensen. Yes, mensen. Welkom. Op yes, mensen. Een mooie nieuwe video op mijn kanaal, of misschien op die van Koen. Ik weet niet waar die van uitgezonden wordt, maar leg het even uit. Nee, ik hoef niet uit te leggen. Maar één ding is nee? Zeker. Hoezo? Nee. Hè? Hoe is het met Robertson? Goed, hij heeft zijn reïncarnatie voltooid. Ja? Ja. Teruggehaald. Tuurlijk. Maar zo, even blazen. Je hebt wel echt heel erg geluk gehad. Ja, heel veel mensen dachten dus blijkbaar dat het afgesproken werk was, maar klopt. Zeker dat snap niet. Ik op zich wel, maar ik denk als je het goed bekijkt, als je goed kijkt, dan zie je dat dat niet zo is. Ik ga discarden. Komt-ie? Jouw CM. Kruif. Niet. Nee, niet. Robertson. Dag Robertson. Oh. Tot ziens. Dankjewel. Ik zie je later, jongen. Goed gespeeld. Je hebt fantastisch gespeeld. Niet, ik dacht echt. Maar ik snap wel dat mensen denken, want het was echt veruit. Ik had echt gelukt. Het was echt veruit de chillste optie voor mij. Ja, zeker. Veruit. Dus ik snap wel dat ze het denken, ja. Ja, maar jullie moeten mij ook kennen dat. Ja, het liefst discard ik bij Frank Ronaldo en bij hem Cruijff of Ronaldinho, weet je. Je zag ook jouw gezicht juist toen ik zei dat het Cruijff was voor de grap. Zag je dat jij juist blij was. Ja, goed. Ja, ik dacht zo van, ziek zeg, weet je. Heb ik hem even aangepakt, maar Klopt, John. Hé, heb je eigenlijk wel die video gezien van ons van gisteren? Vroeg ik me nog af. Kreeg de indruk van niet? Nee, nog geen tijd voor gehad. Dat noemt zich een vriend. Ja, dat komt door die club van jou uit Amsterdam. Die heeft het weer verzuurd voor ons. Is dat het? Oh, man. Ik ben er nog gewoon. Ik heb er niet van kunnen slapen. Is dat zo? Ik geloof er helemaal niks van. Ja, ik merkte wel aan jou dat het gewoon je geen ene reet boeide. Nee, dat is niet waar. Maar heel eerlijk, je zag het gewoon al heel erg aankomen. En nee. Oké, ja, ik heb misschien iets minder emotie dan een paar jaar terug. Dat klopt wel. Maar daar hebben we het toch over gehad. Jij weet hoe dat komt. Well, hij is, oké, ik mag het zeggen, hij is meer voor Vitesse geworden dan voor Ajax. Dat is het. Hij is met mij laatst naar Vitesse PSV gegaan en hij zei, pas ik hier nog nooit zoiets gezien. Lekkere barvrouw, lekkere bitterballen die er niet precies, waren. Ik zei, wat een club. Ik kom hier vandaan, maar hoe kon ik niet weten dat het zo'n mooie club was, zei ik toen. Precies, lekker een eigen e-sports lodgetje, weet je, lekker genoeg plekjes. Precies, jongen. Hij zei, woonde ik er altijd maar 5 minuten vandaan, maar wist ik niet dat het zo mooi hier was. Ga je nog joinen? Want anders gaan mensen weer zeggen dat de inleiding weer na te denken. Doen. Klopt. Zat ik nog aan na te denken. Dat moeten we misschien wel iets mee doen. Dat even iets. Iets langer nog doen voortaan. Nee, weet je waar het niet goed voor is? Voor die kijkersloyaliteit. Ik zag bijvoorbeeld van die video. Nee, maar dat is zo. Oh. De video van gisteren. Kijk, dit is een clash. Ja. Video van gisteren. Is uiteindelijk maar gemiddeld, door iedereen die heeft gekeken, is er gemiddeld maar 70% van de video gezien, zeg maar. Dus heel veel mensen spoelen door, skippen stukken. Dat doet iedereen altijd, toch? Nee, maar helemaal als die dus langer is met bullshit, snap je? Als je hem continu leuk en scherp houdt, dan hoeft minder mensen te skippen. En Rolls heb je een nog betere versie van, hè? Weet je? Nee, ik had al de 87. Je hebt nu een 88. Nee. Echt wel? Nee. Ik heb net die 87 gekocht. Maar je hebt een 88. Huh? Echt niet. Oh, zo bedoel je dat. Je hebt nu. Ja, oh, zo bedoel je. Ja, klopt. Maar die is 100k duurder. Oh. Ja, zo je hebt. Ja. Je hebt er één. Ja, ik dacht je bedoelt dat je hebt nu. Nee, dat zijn. Ja, je zegt je hebt nu een betere versie. Klopt. Dus dat kun je op 2 manieren interpreteren. Vermoeiend allemaal weer. Ik heb nu alweer zin om te gaan winnen. Snap ik. Ik heb zo zin om te winnen. Heel goed, jongen. Zo mag je het horen. Ja, zeker. Ja? Ja, hey. Ik heb zin om te verliezen. Nou, goed. Oh, Ramos! Wat moet ik toch zonder Ramos? Gisteren een belangrijke goal tegen jou gemaakt. Waarom, jongen? Ramos en jij zijn één, jongen. Jullie zijn gewoon beste vriendjes geworden. Dat sowieso. Yeah. Dan mag het Franse stopbord van jou weer even laten zien dat hij sterk is in de lucht. Ja, dat is goed gisteren. Dat was heel goed.
geen buitenspel. Hij doet echt niks anders meer. Hè. Het is echt ongekend. Oh, die moest erin, man. Klopt. Waarom timed hij hem slecht? Zo! What the fuck was dat dan? Ja, ik wist dat die bal daar kwam, maar hij struikelde over zijn grote teen of zo, leek het wel. Grote teen. Ja, daar kun je wel goed over struikelen natuurlijk. En maar heb je genoten van, ben je een beetje trots op Ajax of niet? Maar na gisteren niet meer. Ik begon echt voor die club te worden. Hé, hey, dit ga ik onthouden. Nee, deze ga ik losknippen. Nee, ik baalde gisteren echt oprecht ervan. Het was meer alsof ik naar het Nederlands elftal aan het kijken was. Weet je, met al die gewoon Nederlandse toptalenten. Het is ook gewoon natuurlijk een groot deel Nederlands elftal straks. Klopt. Nou, nu al. Ja, dat je drie, gewoon... Drie, vier, vijf jongens. Ja. Je ziet het gewoon als een soort reis. Weet je? Het is net alsof je naar de Lord of the Rings kijkt. Ze zijn helemaal vanaf het dorpje begonnen. Ja. Ze moesten naar die vuurberg, naar de finale. Helemaal de berg op. Ja, en dan net voor de berg glijden ze uit. Raken ze de ring kwijt. Precies, raken ze de ring kwijt. No! Zo. Oh! Marcelo! Bam, ik ga nog verkopen, nou, omdat ik nooit iets afmaak, maar je doet iets zelfs met zijn verkeerde beentje. Ja, heel goed. Knap, hè? Ja, sowieso. Ze dachten dat Joch wordt zo goed in FIFA, we moeten nu iets gaan veranderen. Ik word te goed. Echt, hè? Marcelo met rechts, moet niet gekker worden. Ja, dat is die first touch. Nou, is dit geen overtreding? What the fuck? Dat je daar überhaupt om durft te vragen, naar weer zo'n kansloos wippertje. Ja, ik wou hem niet voorzetten, ik wou hem gewoon puur even wippen. Het is echt gênant. Weet je wat ook gewoon lekker is aan dat wippen? Dat je hem soms even op kan wippen en dan over jezelf heen kan wippen. Klopt. Wip jij nog wel eens? Dat is de vraag. Is de paus katholiek? Ja, dat wel, maar van deze vraag weet ik het antwoord niet. 1-0 voor Rokus. Is hij weer goed bezig als hij wint? Goed bezig ben je sowieso. Rook is even de weg kwijt. Maar niet uit, jongen. Tegen Weiland heb je niks te vrezen. Ah, karamba, hé. jongen. Slechte bal, hé. Ja, en dan moet ik het zo afmaken. Ja, dat hoort er dan ook weer bij. Lijpo overpowered, dat is geworden. Ja. Ja, jongen, dat hebben ze allemaal door. What the fuck, die was gewoon op beeld bedoeld. Nee, wat doe ik? Oh, wat een goal! What the fuck, ik wou L1 R1 doen, toen prok ik L1. Echt? Ja, what the fuck is dat voor goal, joh? Oh, hij was wel heel vet. Eerlijk. Ja, heel vet. Nee, ik weet niet. Ik zit er niet in. Ik zit er niet lekker in. Het is überhaupt, het is te dicht op gisteren of zo. Ik weet het niet. Klopt. Ik vind het helemaal niet leuk. Nee, dat snap ik. Na gisteren is niks leuk. Je moest gisteren Robertson discarden. Had je nog heel erg geluk. De godenzonen hebben het vernaaid in de laatste minuut. Ik snap wel dat jij niet gewoon op dit moment in jouw, in jouw element zit, zeg maar. Band. Ja, band zit. Voelt. Heeft het je misschien toch wel meer gedaan dan dat je vooraf dacht? Kan dat? Wat? Die uitzicht van Ajax? Ja, misschien zit dat toch, weet je, dat het in je bloed. Ja. Nee, ik bedoelde gewoon meer dat het te dicht op die discard challenge van gisteren zit. Ja, dat ook. Dat je daardoor er minder gevoel bij heb. Je hebt nu meer van dat je denkt minder leuk mee bezig bent. Gisteren vond ik het heel vet. Waren we echt heel ziek gespannen op een gegeven moment allebei. Oh, wat doe je? Wou ik het weer te mooi doen, hè? Ik loop gewoon te dollen. En Weiland, hij is zo stil dat ik niet eens meer weet wat ik moet zeggen straks. Het is zelfs ongemakkelijk aan het worden hier in... Nee, klopt. Ik vind het leuk en ik weet niet wat ik moet doen. Ofzo. Ik weet niet. Het begint ik ben er niet bij. Je bent er niet bij. Maakt niet uit.
Het maakt niet uit, jongen. Ik vergeef het je. We kunnen misschien die Indiaan terug naar zijn kamp sturen. Zo! En dat kan dan nog. Mijnland, ik denk dat het gewoon echt een naschok is van gisteren. De discard verlies. Nee, dat is het wel, niet. Dat is het wel. Ik weet niet. Nee, is het niet. Het is het wel. Nee, het is gewoon... Heeft niks met die pot van Ajax te maken. Nee, weet je. Maar het heeft gewoon met alles te maken. Het heeft gewoon die laatste minuut van Ajax, dat je die discard van mij verloor, dat speelt toch onbewust allemaal mee. Je wilt niet weten wat er onbewust in je lichaam allemaal afspeelt. Precies, jongen. Dat je dan ook geen delay nu hebt, dat is ook weer anders. Kijk, jongen, mag je nog één keer? Nee, het is voorbij. Ik kan er niks anders van maken. Ah, zo saai, zo. Ik echt, ik weet niet. Ik voel me echt niet eens, ik voel me echt niet goed of zo. Wat dan? Ik weet niet. Echt, ik vond echt geen fuck aan. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Ik weet niet. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel, jongen. Gespeeld. Ja. Heel raar gevoel. Ik weet echt niet wat het is, maar... Het was vanaf het begin al niet leuk, vond ik. Nee? Nee. Ik weet niet waardoor. Ik weet niets. Anders dan gisteren. Gisteren was echt, daar hebben we even naartoe gewerkt van beslissende pot, heel vet. En nu, klopt. Ik weet niet, echt niet. Ik weet niet. Klopt, maar dat komt omdat het ook gedaan, jongen. De eerste pot is, hè. Als dit gelijk voor de discard is, dan ga je... Nee, ik weet niet. Nee, het zit er gewoon te dicht op, man. Oké. Kan gebeuren. Ik hoop dat de kijkers je het niet kwalijk nemen. Ja. Kwalijk nemen. Hoezo zouden ze me iets kwalijk kunnen nemen? Ja, gewoon dat je straks geen team meer over hebt als je zo door. Alsof ze dat nog wat boeit. Jongen, ik moet je een beetje bloed onder je naam slaan, maar het lukt me niet eens. Ik probeer je op allerlei manieren te irriteren in deze video. Nee, het maar raakt me niet. Ik weet niet. Het raakt je gewoon niet. Laat maar, ik kap er lekker mee voor nu even. Ik weet niet. Ik heb echt geen plezier aan. Sorry, jongen. Nou ja, is niet jouw schuld. Jij doet gewoon wat je moet doen. Je wint gewoon lekker, maar ik vond het echt helemaal niks. Oké, jongen, wil je nog iets tegen de kijkers zeggen? Veel plezier, jongens. Het komt goed in jullie leven. Precies, jongen. Ik bel nu even gelijk Wolfface of je straks erheen kan. Ik doe mijn camera lekker uit. Bye bye, jongens. Vaarwel.